Voedingsvezels zijn belangrijk voor onze gezondheid. Veel mensen denken bij voedingsvezels dat ze alleen helpen bij een goede stoelgang. Maar ze doen veel meer voor onze gezondheid. Ze helpen hart- en vaatziektes te voorkomen en het ontstaan van type 2 diabetes. Er zijn heel veel verschillende vezels, net als dat er heel veel verschillende vitamines zijn, met elk een eigen effect op de gezondheid van de mens. Het is dus belangrijk dat je er veel van binnenkrijgt. Het voedingscentrum adviseert ons 30 tot 40 gram vezels per dag te eten. Maar 20% van de bevolking haalt dat. De inname van vezels kan je verhogen door naast brood ook groente- en fruitproducten te eten. Of producten waar vezels aan toegevoegd zijn, zoals volkoren producten. In onze darmen zitten wel 1000 verschillende bacteriën. Voedingsvezels zijn een bron voor die bacteriën om op te groeien. Door het kiezen van de juiste vezels kunnen we die darmpopulatie sturen. En dat is belangrijk, want die bacteriën die zorgen voor de vertering van ons voedsel. En bij die vertering komen weer vetzuren en vitamines vrij. En die zijn weer gezond voor ons lichaam. Met dit apparaat simuleren we de spijsvertering bij mensen. De effecten van vezels op de darmbacteriën en de effecten die dat heeft voor onze gezondheid. In Wageningen doen we veel onderzoek naar vezels. Welke vezels er zijn, hoe ze eruit zien, hoe we er lekkere producten van kunnen maken en hoe we kunnen stimuleren dat mensen er voldoende van binnenkrijgen met als doel een bijdrage te leveren aan de gezondheid van mensen. Ikzelf doe vooral onderzoek naar de gezondheidsaspecten van vezels. Vezels kunnen verzadigend werken, waardoor je minder eet en op gewicht kan blijven. Vezels kunnen ook je glucosespiegel reguleren en je cholesterolniveau laag houden. Voor dat onderzoek nemen wij hier bloedsamples af. Sommige vezels lijken ook ons immuunsysteem te ondersteunen. Onlangs hebben we gevonden dat een vezel uit granen een griepvaccinatie bij ouderen kon versterken. In de toekomst willen we nog beter begrijpen welke voedingsvezels welke gezondheidseffecten hebben. Dan gaat het er niet meer om hoeveel vezels we eten, maar ook welke. En zo hopen we een bijdrage te leveren aan de gezondheid van mensen via lekkere en gezonde voeding. Mijn naam is Jurriaan Mes. Ik ben onderzoeker bij Wageningen University in Research.